Ze speelden goed, hè, de dames zojuist. Ze speelden leuk. Twee mooie goals. Ja. Twee goede kopballen. Jan, als voetbalkenner. Goede voorzetten. Ja, die zaten er goed in allebei, hoor. En we hadden er wel meer in gekund. Dat was een goede bal, die. In één keer genomen, hè? Dries van der Sande, goede voorzet, ja. En goed in binnen geknikt ook. Ja. Berestijn was het volgens mij. Berestijn, ja. Ja, Berestijn inderdaad, ja. Die knikte goed binnen. En die Janice van der Sande, die knikt die tweede heel goed binnen zelf ook. Echt goed. Bewust ook. Ja, dan vind ik dat geen reden dat zij altijd als de wedstrijd afgelopen is of als ze gewisseld wordt, nog een one-man show door het hele stadion houdt. Hoor. Nee, die... Ah, ja, die is gewoon die is vrolijk. Ja, maar die is ook wel heel erg blij met zichzelf. Hoor. Ja, ook dat. Ja, ze maakt hem echt knap doelpunt. Knikt hem echt lekker binnen enzovoort. Het enige dat was een goede kopbal. Het enige wat je zou kunnen zeggen, daar hadden er wel meer in gemogen. Ja, maar die bal op de lat was ook goed gedaan, man. Ja, die valt dan op de lat. Ja, daar doe je niks aan. Nee maar de gedachte achter. Dat was een perfecte stift, man. Ja, die Deniers schoot ook denk ik op plak. Ja, dat valt dan op de lat. Ja, dat is deze. Zie je snel. Kijk, man. Doet ze gewoon goed, dit. Niks mis mee. Maar is 2-0 voldoende, kijk ik even naar deze tafel. Want de Denen thuis... Ja, maar de Denen vielen mij eigenlijk erg tegen, hoor. Ik vond het allemaal wel een beetje oppervlakkige voetballers. Maar vandaag voelde ze... En die blonde sterspeelster, dat heb ik ook niet gezien. Nee. Wat ik nog het meest opmerkelijk vond uit de eerste helft... is dat de scheidsrechter besloot om er na 44 minuten en 22 seconden mee te stoppen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij een voetbalwedstrijd. Kijk hier, ze zegt, nou, het is mooi geweest. Ja, ze zat van... Ja, ik ben er klaar mee, zegt ze. We stoppen ermee. En we houden mee op hier in Breda. Ja, dat is toch wel heel raar. Maar het is niet normaal dat er zoveel mensen zitten. Vooral kinderen, het is niet normaal. Onvoorstelbaar. Ah, nee, maar dat is hartstikke leuk niveau, man. Ja. Totaal niks mis. Dat lijkt hartstikke veel op voetbal, man. Sorry? Nee, dat lijkt hartstikke veel op voetbal. Ja, dat meen ik echt. Dat, ja. dat is echt heel snel gegaan in Nederland, hè? 10 jaar geleden kon je er niet naar zitten kijken. Maar nu zie je gewoon... Maar je wilt het positief, neem ik aan, toch? Het begint op voetbal te krijgen. Ja, natuurlijk. Nee, maar... Ze hebben die inhaalslag. Ja, natuurlijk, man. Maar ik ben al zo ver dat... Ik vergelijk het helemaal niet met de herenvoetbal, hoor. Maar dat doe ik bij de hockeydames ook niet. Nee. Want kijk, dan hoeven we helemaal niet meer naar dames te kijken. Want Daphne Schippers lopen ook 1,5 seconde langzamer als Usain Bolt. Ja, kan zij dan niks aan doen? Nee, het wordt lastig ook om dat. Maar ik vond het... Ik vind het hartstikke leuk. Ik zou niet zo snel naar dat NAC-stadion gaan, maar zo voor de tv, prima. Ja, niks mis mee. Maar het is wel, als ze competitie spelen, dan scheelt het wel een pakkie, hoor. Ja, maar ze spelen altijd in het buitenland. Maar wat bedoel je? Nog beter? Nee. Slechter? Nee, ik bedoel dat ze zo... Nou, ze ontzettend veel volk. Ja, die komen als je gewoon... En als je een wedstrijd, competitie, dan komen er heel weinig mensen kijken. En dat is wel jammer. Ja, familie. Ja, familie, ja. Nou... Goed, ik hoop dat ze doorgaan. En mensen die toevallig langs het stadion van Lyon rijden licht zien branden. Die denken, we gaan naar binnen. Dan denk ik, tering, er is wat aan de hand daar. Ja. Ja, die gaan naar binnen. Ja, toch? Ze spelen dinsdag een uitwedstrijd. En als ze dat dan weten te halen, spelen ze op tegen België, op tegen Zwitserland. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.